De tijdelijke extra crisisopvang voor asielzoekers in Groningen komt in het complex The Village aan de Peizerweg. The Village is een studentencomplex dat soms aan het begin van het studiejaar fungeert als extra piekopvang voor studenten. De gemeente had deze week toegezegd 100 vluchtelingen extra op te vangen. De opvang biedt vanaf morgen plek aan asielzoekers uit landen als Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak, Jemen voor maximaal 3 maanden. Met de plaatsing wordt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast. Ter Apel zit vol en vorig jaar zat het vol dat mensen buiten op het terrein sliepen. En wat je nu ziet is eigenlijk dezelfde situatie, maar dat mensen niet buiten slapen, maar binnen in alle wachtkamers. En dat is al een aantal weken zo. En vanuit de regio hebben wij gekeken van kunnen we bovenop onze overeenkomst wat extra's doen. Die afspraak heeft de gemeente Groningen aangegeven dat wij 80 tot 100 mensen extra opvangen de komende 3 maanden aan de Peizerweg. Het COA heeft aan veel gemeentes gevraagd om tijdelijke opvanglocaties. Groningen en Stadskanaal hebben tot nu toe als enige gemeentes positief gereageerd op deze noodkreet. Je hoopt natuurlijk dat iedereen of alle gemeenten vrijwillig een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers. Nou, er zijn ook kaartjes bekend waarop zichtbaar wordt dat een aantal gemeenten of een aantal regio's echt weinig daarin doen. We zien ook dat de provincie Groningen, maar met name de noordelijke provincies, eigenlijk al een aantal jaren zich enorm inspant voor de opvang van asielzoekers. En dan is het heel jammer dat er vrijwillig weinig beweging op komt. Nou, er zou een verplichting op komen met de spreidingswet, die is helaas nog niet behandeld. En die zou ervoor zorgen dat alle regio's in ieder geval verplicht worden om een evenredig deel van de opvang van asielzoekers voor hun rekening te nemen. Het tekort aan opvangplekken is een landelijk probleem. Inderdaad, dit is aan de landelijke overheid om op te lossen. Daar staan wij ook voor. Maar op het moment dat je ziet dat er gewoon honderden mensen 's nachts geen bed hebben of dat ze moeten slapen in wachtruimte, ja, dan staan wij als regio en als gemeente Groningen voor humane opvang. En dan zeggen wij, dan doen wij op dit moment wat extra's, omdat er gewoon een noodsituatie is. En omdat het blijkbaar dus onvoldoende lukt om dit landelijk goed op te lossen. En het tekort is met dit aanbod niet opgelost. We hebben ongeveer 2.000 tot 3.000 extra plekken nodig om de feestdagen goed door te komen. Nou, en wij hopen in ieder geval van harte dat gemeenten vrijwillig daar een bijdrage aan leveren. Zodat er geen mensen tijdens de feestdagen in een wachtruimte hoeven te slapen, maar dat ze gewoon een goed bed hebben ergens hier in Nederland. Het duurt misschien niet lang voordat er opnieuw een verzoek komt om extra opvang. Wij hopen van harte dat dat niet nodig is, omdat de komende periode de plekken worden geboden in de rest van het land.